Welkom back everybody, welkom terug bij het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag heb ik een knife only killstreak. Hij eindigt uiteindelijk wel onder de Moab, dus geen Moab. Maar dit is maar eigenlijk een van mijn eerste pogingen deze week. Ik ga het nog wel een paar keer meer proberen, maar dit was toch wel een badass. Maar ik wil het ook even over de backgrounds hebben, want de background contest is nog bezig. Die stopt vanavond om 12 uur exact. Dus zaterdag op zondag, 12 uur exact, stopt hij. De tussenstand van de, ja, eigenlijk van de, hoe heet het, van de backgrounds zal ik in de beschrijving zetten. Tot uiteindelijk de eindstand in de beschrijving zetten. Dus ik zal hem ongeveer proberen elke half uur te refreshen als er nog mensen bijkomen die nog aan het stemmen zijn. Ik zet achter deze clip, heb ik de vier backgrounds nog geplakt. Dan kan je ze nog een keer zien. En dan kan je nog even voten die dat nog niet gedaan hebben. De stand is nou zo dat, dat wanneer ik dit inspreek is het wel even 's middags. Dus toen liep nog nummer 1 voor. Nummer 2 aan daarachter. Nummer 2. Moet ik even kijken. Nou weet ik niet precies. Maar nummer 1 stond aan leiding. En volgens mij, nummer 4 stond tweede. Nummer 2 stond derde en background nummer 3 stond laatste. Maar afstand trouwens. Maar daar gaat het niet om, want dat is een gast die ik wel kent. En die maakt het op zich niet zoveel uit dat hij weinig stemmen heeft. Maar stem gewoon even op welke je wil. Dan kan ik dat hopelijk morgen regelen. Dat degene van wie de background is, om het helemaal af te maken, om het compleet te maken, banner erin te doen. En dan heb ik mijn background klaar en dan zal ik nog wel even een video opmaken. Die gast die hem gemaakt heeft, wil ik bedanken dan voor het feit dat hij voor mij die toch de background gemaakt heeft. En gewonnen natuurlijk heeft met de contest. Want ik heb jullie subs laten kiezen voor de background. Ik wil toch wel, jullie zijn mijn subs. En jullie zijn toch eigenlijk een deel van mijn kanaal. Want jullie kijken, als jullie niet kijken, heb ik geen views. En ik wil jullie toch wel een beetje in betrekken in sommige dingen. En dat kan ik met de background doen natuurlijk. Want daar kan ik jullie op laten stemmen, laten voten. En dat is gewoon mooi om te doen natuurlijk. Hier had ik trouwens een 13 killstreak met knife only. Ik ging op zich wel goed, ik stond MVP. Hier heb ik heel even een stukje eruit gehaald, omdat ik telefoon ging of zo. Dus bleef ik even binnen in dat hokje een beetje zitten. Ik loop uiteindelijk aan de andere kant eruit. En ga gewoon verder met mijn streak. Dit was mijn 14e. Als je heel snel keek, kon je dat op de backknop zien. Maar kijk, daar is hem gewoon. Ik had een 14 killstreak. Ik denk, ik had het een beetje over in de party. Zal ik een knife only more op gaan halen? Ik zeg, ik heb er nou 14. Ging op zich wel lekker. Ik zat natuurlijk af en toe af te wachten. Af en toe loop ik achter iemand aan. Want dit zijn gewoon de makkelijke knife kills. Maar toch, je moet ze maar maken. Je hebt in het begin gezien, dat ging toch echt best wel rampage. Gewoon, dat had ik ook met normale gun gewoon kunnen doen. Maar ik zat met een knife. En daardoor ging het toch iets slow. Maar in het begin ging ik best wel snel met knife, op het einde doe ik toch heel rustig aan. Ik sta 15 op 0 en ik wou deze poging, omdat ik toch best wel lekker ging, niet zomaar in één keer verneuken. Dus ik speelde heel tactisch, slim, behoudend, toch soms wel gaan. Maar soms dan krijg je een beetje pech dat je CV tegen hebt. En dan kan je niet doorlopen. Maar ik ga nog wel proberen om wel een Moab knife only en throwing knife te halen. Het is lastig, maar ik ga het gewoon proberen. Ik zat nou deze keer al best wel in de richting. Ik heb ooit een keer een hogere streak gehaald, 22. Maar dat is gewoon lastig. Voor mij is het tenminste lastig. Ik ben niet echt de MW3 nijver. Voor Black Ops ben ik heel goed in nijver trouwens. Maar hier ben ik niet zo super in nijver. Ik weet niet precies hoe dat kan. Maar ik stond uiteindelijk 16 op 0 en de spans verdraaien. Want wij hebben nou ineens C en B direct. En ik moet naar A toe, want daar spannen ze ergens. Dus ik ga gewoon naar A en kijken wat ik rek kan pakken. Maar hier zat ik nog even te wachten totdat ze B pakken, want anders dan kunnen ze nog een beetje overal spannen. Daarom blijf ik nog even in dit middengebouwtje en nou hebben we B. Dus dan moest ik er vol in om even snel er doorheen te komen. Dat ging natuurlijk weer mis, want deze throwing knife gooi ik mis en daardoor ben ik dood. So, see you later everybody, tot de volgende commentary. See you later everybody.